De wijkwandeling in Drongen zit erop. Was eigenlijk een heel boeiende namiddag. Meer dan een uur rondgewandeld. In het centrum van Drongen een aantal boeiende dingen gezien en gehoord. Er zijn toch nog wel wat zaken die moeten opgelost worden. En eigenlijk gaat dat niet over heel grote problemen. Want laat ons wel wezen, het is eigenlijk heel goed, heel aangenaam wonen in Drongen. We hebben hier een boeiend verenigingsleven, een bruisend verenigingsleven. We hebben hier zeer actieve inwoners en daar waren er heel wat van aanwezig vandaag op de wandeling. Maar het zijn zo soms van die kleinigheden. Als je ziet dat die werf van Infrabel aan Drongen station niet helemaal afgewerkt raakt, dat daar nog paaltjes losstaan, dat er geen overdekking is voor de fietsenstallingen. Dat zijn zo van die kleinigheden die eigenlijk dringend moeten opgelost worden. Ook rond het beeld dat daar zou moeten komen, gaan we toch eens kijken of we daar een actie kunnen doen om via de kermis met de middenstand de 6000 euro bijeen te krijgen die we nodig hebben om een Drongens beeld van een Drongense kunstenaar aan Drongens station te laten komen. En voor de rest staat hier natuurlijk wel een en ander te gebeuren. We zijn nu op de wijkwandeling, maar donderdagavond is er een avondshopping in Drongen georganiseerd door de Drongense middenstand. En dat loopt ook bijzonder goed. Belangrijk zal natuurlijk zijn dat de heraanleg van Drongenplein goed gebeurt en dat zeker niet alle parkeerplaatsen verdwijnen. Drongenplein kan parkeervrij worden, maar we moeten toch zorgen dat we voldoende parkeerplaatsen overhouden voor de middenstanders hier in de buurt van Drongen Centrum. Voor de rest ben ik hier altijd zeer graag in Drongen. Ik voel mij hier ook altijd bijzonder welkom. Er heerst hier een schitterende sfeer met fantastisch actieve verenigingen. En ik kijk nu al uit naar Drongen Kermis van 2015.